Stel je voor, er zijn geen mannen meer op aarde, alleen nog maar vrouwen. Nou, voor sommige vrouwen is dat misschien een verademing, maar niet voor Joyce. Die mist haar vriend Job enorm en is bereid om daar heel ver in te gaan om die terug te krijgen. Venus is een post-apocalyptische horrorfilm gemaakt door Gonzalo Fernandez Carmona. En hij noemt zijn stijl zelf duister, maar gelukkig met een LSD-saus. Nou, dat klinkt al heel goed. De film is niet voor tere zieltjes, maar laat je nadenken over hoe ver jij zou gaan om je geliefde terug te krijgen. Pak die vast en kijk hem samen op NPO Start.